Ik ben Steven van Lerpergen. Ik heb lang geleden fysica gestudeerd en ben enige jaren later bij Philips gaan werken. En ik ben daar sinds enkele jaren weg om een eigen bedrijf op te richten voor het maken van de nieuwe generatie van mobiele telefoons. Op een gegeven moment zat ik in Amerika in een interview met iemand. Het was het eind van een project en ik wou iets nieuws beginnen. En toen dacht ik, hey, maak nou eens een telefoon waar alles eruit gegooid wordt. Een schermpje. Er zit misschien dan een koptelefoon bij. En in plaats van daar spul in te stoppen om meer functionaliteit te hebben, zeg ik, gooi het er allemaal uit. Zet het op een server, zoals deze pc. Daar draait alles. En dit ding, de telefoon, is niet meer dan een zintuigelijke waarneming. Nou, wat we dan doen, is toch telefoon krijgen. Dus wat je eigenlijk als innovatie hebt, is dat je de hardware, het ding, het toestel dat je gebruikt en bij je hebt, ontkoppelt van de functionaliteit of de software. Want alle functionaliteit, of dat nou is luisteren naar geluid, of kijken naar beeld, of spelen met dingen die op je server draaien, of kijken naar het internet, die zit op je server, ergens. Bijvoorbeeld thuis. De doelgroep is de teenage mensen, de tieners, zoals ik er veel ken, en ik heb er zelf een paar rondlopen hier, en alle vriendjes doen precies hetzelfde. Die mensen, die jongens en meisjes, leven met hun pc. Alles zit daarin, daar zitten ze constant achter. En als ze daar niet achter zitten, dan hebben ze altijd wel een mobiele telefoontje bij zich. Voor een operator met een telecomnetwerk is het heel makkelijk van dit als een bijna gratis functie, ik zou het gewoon gratis in de telefoon zetten, alvast aan te bieden. En dan is het niet meer van, als mensen het één keer gebruiken, zijn de kosten eruit. Als ze het vaak gebruiken, je levert dat enorm veel tikken op. En tikken is tenslotte waar het om gaat. Dan kun je de stap verder zetten. Laten we zeggen, over 5 jaar heb je dan een telefoontje dat ook speciaal en specifiek voor deze toepassing is gemaakt. Je kunt je dus eindelijk een telefoon voorstellen die je in je achterzak kunt stoppen, die niet kapot kan, die je in het water kunt gooien, die overal blijft werken en alle functionaliteit bij zich heeft. Dat is het product wat het moet gaan worden. Dit is een voorbeeld van wat je zou kunnen doen. Ja. En ik vind dit eerlijk gezegd verschrikkelijk achterhaald ondertussen. Oké. Okay. En het grotere product is zeg maar een smartphone waar je de functionaliteit op zichtbaar maakt. Maar je maakt eigenlijk een soort VPN-verbinding tussen je lokale pc en de smartphone of het losse apparaat. Maar even de apparaten naast elkaar. De bedoeling is om naast je telefoon, want die heeft iedereen. Ja, om er zo'n extra apparaat bij te gaan doen. Nee, alleen dit ding. Eén ding. Jij kiest dus daar ga ik mee bellen. Daar ga je mee bellen. Dus het is natuurlijk een microfoontje. Het is gewoon een nieuwe smartphone. Het is geen smartphone, het is een volgende generatie telefoon. Oké. Het is een dumbphone. Hij kan niks. Want ik heb gegeven, ik wil een muzieknummer downloaden of ik wil dat horen. Dan moet ik vanuit hier mijn pc thuis gaan bedienen. Hoe eenvoudig is dat? Hoe snel ben je uiteindelijk op mijn computer, mijn muziek, bij het nummer wat je wilt hebben? Is dat één knop die zegt, de knop zegt verbinding. Ja. Dan zie je pc verschijnen en dan zeg je van, klik, dit is mijn playlist, klik. Die blauwe telefoon heeft al verbinding. Kun jij een MP3'tje spelen? Nee, ik heb geen geluid gedaan. Spreek niet zo, ik heb alleen op beeld gedaan. Nou ja, nee, kan je een videootje afspelen? Zou kunnen. Ik zie het niet hoor. Ik weet niet of jij het ziet. Ja, dat gaan we zien. Ik denk het niet. Ik kan zeggen, ik ben bij Incubator 3 Plus geweest. En die hebben mij geld gegeven, die hadden vertrouwen in mij en die hebben mij gesteund. Ja, toen is het niet gelukt. Waarom lukt het nou wel? Ja, dat is een wedstrijd winnen is nog wel wat anders dan een incubator worden. Maar eerlijk zijn, dat is wel een niveau beter. Ik heb ook geprobeerd via de GSM Association. En daar werd ik niet ingerold, zeg maar. Maar dat was voor mij een heel goede geweest. De mogelijkheden. De wereld aan elkaar knopen, daar gaan we. Ja. Wij zien als jury natuurlijk het proces iets anders dan ingelood worden. Ja, nee, dat is aan onze kant is dat natuurlijk een heel weloverwogen proces van beoordeling. Ja.
Bedankt voor de presentatie. Ik denk dat we weten wat het is en dat wij ons oordeel kunnen gaan vellen. En je krijgt het van ons.